Ja, ik denk dat José waarschijnlijk van jou de meeste liefde heeft gehad in haar leven. Ja. Dat je haar verzorgd hebt. In alle opzichten. Ja. Zij is ook een man ook. Heeft het ook een leuk leven? Nou, ze heeft meer liefde gehad van jou als van de moeder. Noem maar op. Het is makkelijk om te zeggen ik hou van je, maar het bewijzen, daar komt het op aan. Ja, daarvoor heb je wel een plaatsje verdiend in de hemel. Lang geleden kocht ik een autoboek met mijn moeder in V&D Sittard. En stond in dat het leven van een zakenman veel meer waard is dan van een gewoon mens. Omdat hij meer verantwoordelijkheid heeft, mensen die voor hem werken, die dankzij hem een huis hebben en eten, etc. Ja, niemand die hoogbejaard is en dementeert, is het leven niet veel meer waard. Maar ook dat het anders was. Ja. Je weet dat ik de bloesem film, hè? Over een maand is het allemaal voorbij. Dan zie je geen bloesem meer. Er komen de hortensias en die zijn ook mooi. Hortensias wil jij ook in de tuin hebben, toch? Of niet?